Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 17 van de Eredivisie en natuurlijk ook in de wedstrijden in de KNVB beker. Laten we daar eerst maar naar kijken. We beginnen natuurlijk met de Eredivisie. Oh nee, niet de Eredivisie, staat hierboven wel, maar dat is het natuurlijk niet. Bij de KNVB beker, dat niemand dat vorige week is opgevallen. PEC Zwolle moest tegen MVV, dat werd 4-0. NAC moest tegen FC Utrecht, dat werd 3-2. AZ won met 4-1 van Heracles. Twente tegen Feyenoord werd maar liefst 2-1. Dat betekent dat Feyenoord is uitgeschakeld. Vitesse won met 2-1 van Sparta. Excelsior FC Groningen werd 2-4. Go Ahead Eagles tegen Roda JC werd 2-0. PSV won 2-0 van Fortuna Sittard. En Cambuur NEC werd 1-2. Dan zijn dit de wedstrijden die we hebben voorspeld voor speelronde 17. Fortuna speelde 2-2 gelijk met FC Utrecht. Sparta Vitesse werd ook 2-2. AZ won met 4-1 van Willem II. Heracles won met 4-2 van FC Groningen. PEC Zwolle FC Twente werd 1-3. Cambuur tegen Heerenveen, de Friese derby, werd 1-2. Feyenoord Ajax, de klassieker, werd 0-2. Go Ahead Eagles NEC werd ook 0-2. En RKC tegen PSV werd 1-4. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. PSV staat bovenaan met 40 punten. Dan komt Ajax met 39 punten. Feyenoord staat derde met 36 punten. FC Twente op een mooie vierde plaats met 31 punten. Vitesse staat vijfde met 30 punten. Dan komt AZ met 29 punten. FC Utrecht staat zevende met 28 punten. Dan komt Cambuur op de achtste plek met 27 punten. Heerenveen staat negende met 25 punten. Dan komt NEC met 22 punten. Go Ahead Eagles staat elfde met 21 punten. Dan komt FC Groningen op de 12e plek met 19 punten. Willem II staat 13e met 18 punten. Dan komt Heracles met 17 punten. RKC staat 15e met 15 punten. Fortuna staat 16e met 13 punten. Sparta staat 17e met 12 punten. En onderaan staat PEC Zwolle met 6 punten. Dan is dit de voorspellers top 8 op het moment. Jarno staat bovenaan met 161 punten. Dan komt Games for the Gamers met 159 punten. Op de derde plek staat Joey met 156 punten. Dan komt Massimo met 155 punten. Stan staat vijfde met 153 punten. Dan kom ik zelf met 149 punten. En Martin en Sven staan gedeeld zevende met 147 punten. De weekwinnaar deze week was een nieuwe weekwinnaar dit seizoen. Namelijk Thijs, die is nog nooit eerder weekwinnaar geweest. Dus gefeliciteerd Thijs. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. En dan zijn dit de laatste wedstrijden die we dit jaar gaan voorspellen. Speelronde 18 van de Eredivisie. Vitesse moet tegen PEC Zwolle. AZ ontvangt FC Groningen. Heerenveen moet thuis tegen Feyenoord. Dan komt Willem II tegen NEC. Heracles ontvangt Cambuur. Ajax moet tegen Fortuna. FC Utrecht tegen FC Twente. PSV ontvangt Go Ahead Eagles. En Sparta moet thuis tegen RKC Waalwijk. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering komt, als het goed is, maandag over een week, de 27e. En dan zie ik jullie graag op de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios, amigos.